Zo. Hey, dat is grappig. Kijk nou toch. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag heb ik iets leuks meegenomen uit de speelgoedwinkel. Namelijk Bunchums. De verpakking zag er zo leuk uit met die diertjes. Ik dacht, die ga ik kopen. Nou, zullen we de doos eens even openmaken om te kijken wat er allemaal in zit en hoe het werkt? Allemaal balletjes die aan elkaar vastzitten, die je zo in elkaar kan. Oh, een soort klittenbandballetjes lijken het wel. Eens even kijken. Dan kan je dus een hondje, poesje of een wolf van maken. Zitten hier denk ik de oortjes bij. Kijk eens even. Oh ja, leuk. Dat is grappig zeg. Oké. Nou, waar zullen we eens mee beginnen? Kijk eens, we hebben dus een mannetje en een vrouwtje kunnen we maken. Dat is leuk. Eens even kijken. De pootjes. Dit zijn de pootjes. Zo. Wat doen we? We gaan. Even kijken. We hebben 13 balletjes nodig. We hebben ook een boekje erbij. Dan weet je ongeveer hoe je het moet maken. Dus dat ga ik eens even proberen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oké, die moeten we zo. Kijken in elkaar doen. Een soort staart maken we ervan en een 1 wit balletje aan het einde. Zo, dat is 1. Dan hebben we 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die moeten we zo een beetje in elkaar doen. Zo. Kijk eens even. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die doen we hier zo. Oké. Duwen dat een beetje in elkaar. Zo. Oké. Dan de pootjes eronder. Even kijken hoor. Oh, die gaan hieronder. Een beetje naar voren. Kijken zo. Oh, wacht even, er zitten puntjes in. Dan moet dat een beetje zo. Dat is 1. Kijk, en doe je hier dus zo'n pootje schuifje erin. Zo. Zo. Zo doen we een beetje. Dit is de eerste keer, dus het kan zijn dat het niet helemaal klopt. Kijk, zo. Dan, even kijken hoor. Hebben we de oortjes? Oh, die moeten er ook door in zo'n gaatje. Kijk, zo. Dat is 1. Doe hier nog een oortje in. Zo. En dan moet hier natuurlijk de oogjes in. Zo. Kijk hoor. Hey, dat is grappig. Kijk maar toch. En dan hebben we nog een neusje nodig. Dan pak ik toch even een eentje extra. Zo. Doe daar de neus in. Nou, kijk eens even. Dit lijkt toch best wel op die hond. Dit is grappig zeg. Kijk nou toch. Nou, ik vind het wel heel leuk geworden. Dit is wel heel leuk. Bunchums. Nou, nooit van gehoord. Maar erg grappig. Ik heb het bij de Intertoys gekocht. Bij ons in de stad in Rotterdam. Dan is het nu tijd. Dus het hondje is klaar, jongens en meisjes. Kijk eens even. Nou, die is grappig geworden. Zet we even hier neer.
Dan is het nu tijd om de poes te maken. Eens even kijken. Hoe doen we dat? Oh, dan hebben we de pootjes wel nodig van de hond, zie ik. Oh, dat is jammer. Doen we de poes gaan we ook gewoon neerzetten, want anders is het jammer, want dan kunnen we die... Ik wil ze allebei laten zien aan jullie. Dus beginnen we eerst maar eens even met de pootjes. Zo. We zouden eigenlijk even iets meer pootjes erbij moeten doen. Dan kan je ze allemaal tegelijk maken. Dus we hebben hier twee pootjes. Dan, de poes is helemaal zwart, dus het witte kan eruit. Zo. Even kijken. Maak eerst even een lijfje. Dat doen we gewoon net als op de poes ook. Als het achterste gaat zitten. Even kijken hoor. Zo. Kijk zo. Oké. Okay. Zo. De poes heeft natuurlijk ook een staart. Zo. En hij heeft een kop. Nu zie ik het al. Kijk hoor. Gaan we hier even eentje eraf. Zo. Doen we eerst een oortje. Nog een oortje. Zo. Dan de oogjes. Zo, kijk eens even. Kijk eens even, dat is grappig. De poes en de hond. Kijk nou toch. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Even kijken, ja, je moet eigenlijk nog een beetje een... Hier zo. Kijk, hier onder moet je nog een beetje zo iets voller. Zo. Dat is hier beter. Nou jongens en meisjes, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden met deze balletjes. Wil je nou een berichtje ontvangen als we weer een nieuwe video hebben? Abonneer dan op ons kanaal met dat rode knopje beneden. En dan krijg je gratis een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!